Christophe, hoe blij ben jij dat je niet als eerste afgevallen bent? Ik ben ongelooflijk blij. Ik hield mijn hart even vast, want we bengelden helemaal onderaan. En ik vind altijd, ik kan heel goed tegen mijn verlies. En als je het goed doet, dan mogen de punten daar ook naar zijn. Is het minder, dan mogen de punten daar ook naar zijn. En vorige week was het niet mijn dans. Deze week kon ik echt mezelf en mocht ik ook mezelf zijn. Lara heeft me echt naar een hoger niveau getild. En dan ineens krijgen we evenveel punten als vorige week. En dat was zo'n steek in mijn hart van al dit harde werk werd meteen met de grond gelijk gemaakt. En plus dat dan nog eens de twee juryleden elkaar tegenspraken. Dus ik was zo het noorden kwijt en gedesoriënteerd. Want de ene zegt het is te zwaar en de ander zegt het is te licht. De ene was over mijn benen bezig en de andere over mijn bovenlijf. Dus ik had zoiets van, naar wie moet ik nu nog luisteren? Dus ik ben heel blij dat de kijker thuis toch heeft beslist dat we mogen blijven. Want volgens mij hebben zij er meer kaas van gegeten dan de jury. Ja, Laura, wie moeten ze nu geloven? Welke van de juryleden had gelijk? Ik denk, sorry dat ik je onderbreek, ik denk gewoon dat je, als je dit ziet, je hart moet laten spreken. Net zoals bij een artiest, als je naar een artiest gaat zien en die gaat heel even onder zijn toon, maar het is leuk om naar te kijken. Dat is voor mij veel belangrijker dan als je elk pasje juist doet, maar er zit geen gevoel in. En ik denk dat het goed zou zijn als Christophe gewoon in mij blijft geloven, want ik vind dat hem dat keigoed gedaan heeft. Ik blijf er ook in geloven dat we gaan blijven groeien en we gaan weer keihard werken om volgende week gewoon toch de jury te overtuigen. Maybe it takes more time, maar we gaan positief blijven. Oké, beloof het. I'm here. Christophe, maar jij vertrekt vannacht op vakantie. Ja, vakantie. Het is onze jaarlijkse fanreis. Hè. Dit jaar is het 15 jaar, dus we hebben er een cruise van gemaakt. Ik ben van Barcelona gekomen en we stappen terug op in Valencia. Ik ben heel even naar huis gekomen om deze show te doen. En daar ben ik zo blij omdat Laura mee kan. Zij vertrekt mee met mij. We vertrekken vanuit Eindhoven, dus morgenmiddag zijn we in Valencia. En ik ben zo blij dat ik aan mijn fans ook persoonlijk Laura kan voorstellen. En diegenen die het natuurlijk op de boot niet hebben live kunnen meemaken, die gaan wij verrassen met woensdagavond deze dans nog eens voor hun speciaal te doen. Maar hoe, gaan jullie wel repeteren dan? Of gaan jullie in de zon liggen? Nee, we moeten repeteren. Als je weet dat een gewone doorsnee dans 20 tot 30 uur vergt. Deze was 28 uur, hebben we daarover gerepeteerd. En nu gaan we het op een 12 tot 15 uur moeten doen. We gaan echt een tandje moeten bijsteken. Laura, je kent hem ondertussen al een dikke 2 maanden, of ongeveer 2 maanden. Ja. Volgende week is het de Guilty Pleasure, het onderwerp. Ken je zijn Guilty Pleasure al? Ik ken ze al, maar om ze zelf te weten moet je zeker van de week kijken. Weet jij wat het is, Christophe? Ik voel ze wel iets aankomen. Ja, ja, ja. Het heeft niks met Mercedes te maken? Nee, maar wel met een andere ster.